We zijn hier in Nieuwegein, waar Michel Servaas, de winnaar van de DXL Challenge, tijdens de Foodservice Fair toevallig een kookdemo aan het geven is. En hij gaat daar zijn prijs in ontvangst nemen, de iPad 2. En nou, we gaan eens even kijken wat hij er zelf van vindt natuurlijk. Dus kom maar met ons mee. Ja, heel gaaf. Nou, sowieso vet dat ik heb gewonnen natuurlijk. Ik vond die app ook erg leuk verzonnen. Het werd op een gegeven moment ook gewoon echt een soort van obsessie. Ik bedoel, in het begin dan probeer je wat, je scant wat en leuk en spannend. En op een gegeven moment draaide het bijna alleen maar om, om de score, hè? Dus proberen om punten te maken. Het leuke was dat ik op een gegeven moment er ook achter kwam dat ik ook de QR-codes twee keer kon scannen. En dat maakt het natuurlijk wel erg interessant, want daar kon je dus echt dikke scores mee maken. Gelukt. En hield je dan een beetje de ranglijsten bij of zo? Of hoe deed je dat? Ja, continu. Ja. En zelfs de twee dagen daarna ook nog. Zelfs op dag drie ben ik nog in de auto gestapt, omdat ik erachter kwam dat de scores van twee dagen werden opgeteld. Ik denk, dat laat ik maar niet overkomen. Die iPad is voor mij. Ja, wel wat zuiniger mee zijn dan met je telefoon, hè? Want, Ja, je hebt het gezien. Dat gebeurt, hè. Het valt wel eens. wat ga je nu doen met de iPad? Nou, ik was al lang van plan om een tablet te kopen. Mede om op de zaak te gebruiken voor bestellingen. Ik bedoel, ik zit bij de Kok Tilburg, dus een onderdeel van DXL. Die gaan aankomende maand hun nieuwe website lanceren. Dus het nieuwe bestelsysteem wordt geïmplementeerd. Bestellingen gaan gewoon via de iPad dus nu. Ja. Dat is handig. We hebben alleen nog niet echt een app ervoor, maar je kan dus wel online gewoon bestellen via de iPad, denk je? Ja, dat werkt gewoon via internet, dus je hebt geen app nodig. Top. Nou, heel veel plezier met de iPad en we zien je natuurlijk graag nog een keer terug op de Foodservice Fair. Jazeker, graag. Top.